Na een uitgebreide presentatie van de president in DNA kon NDP-parlementariër Melvin Bouffa er geen genoegen mee nemen dat het staatshoofd niet is ingegaan op de zogenaamde corruptieve handelingen die plaatsvinden bij de communicatiedienst Suriname CDS. Tijdens de DNA-vergadering van afgelopen maandag wees Bouffa er reeds op dat de CDS een contract had getekend met een volgens hem spookbedrijf, namelijk Sranang TV. Bouffa meent dat het gaat om een overeenkomst getekend vanuit het kabinet van de president door de directeur van CDS met een bedrijf dat niet bestaat, althans ten tijde van de ondertekening niet bestond. Ook wees het assembleelid erop dat de Raad van Ministers toen de gunning heeft goedgekeurd voor 50.000 SRD per maand voor de duur van 7 maanden. Vandaag bij de voortgang van de algemene politieke beschouwing in DNA vroeg Bouffa de president wederom naar duidelijkheid. We hebben de beantwoording van de president gehoord over de kwestie bij CDS, waar de president totaal voorbij gaat aan de essentie, waar er riekt naar corruptie, voorzitter, waar is aangegeven in de handelingen, daarom vraag ik om dat ter beschikking te stellen, waar is opgenomen, voorzitter, dat het bedrijf een contract heeft getekend met CDF zonder dat dat bestaat, voorzitter. Dat is de spook die daarachter schuilt, voorzitter. Maar de president is daaraan voorbij gegaan, kennelijk. Was die informatie niet goed genoteerd? Dus we vragen om dat ter beschikking te stellen. Dat de president niet terugkijkt en verweet, maar nou, nu dat is geen punt van orde. Om de corruptie te bestrijden, bij deze zaak. Goed. President Chandrika Prasad Santokhi wees hierna erop dat aan de directeur van CDS de opdracht is gegeven om de administratieve zaken goed te bekijken. Het is naar zeggen van het staatshoofd echter niet de bedoeling om in detail zaken te bespreken in DNA. Er is een beleid gevoerd afgelopen jaren vanuit TAS met betrekking tot kanalen. En meerdere bedrijven hebben kanalen gehad, 1 kanaal, 2 kanaal, 3 kanalen. En ze hebben opdracht gehad namelijk dat bepaalde kanalen teruggegeven moeten worden of overgedragen moeten worden. CDS heeft een bestaand kanaal van een bestaande stichting overgenomen en geen nieuwe stichting gaan maken. Een bestaande stichting. Dus nu moet er even gekeken worden wat daar mis is. Er is onderzocht, die stichting is daar geregistreerd en dat is het adres van die eerste eigenaar. Of je voor op een ander huis heeft, daarachter een ander huis is, zijn adres. Maar als je foto gaat maken daarachter en je mag geen foto voor, dan bent u gewoon een beetje selectieve. Begrijp dus, dat is er aan de hand, meneer voorzitter. Maar nogmaals, die administratieve juistheid moet allemaal in orde gemaakt worden. Het is een virtueel kanaal. Soms denken we, het is een studio. Je moet een gebouw daar hebben met camera's en mensen. Nee, zo gaat het niet. Meneer voorzitter, virtueel kan je van overal, vanuit je mobiel kan je ook uitzenden. Dat is er aan de hand.